Yo, 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 yo iedereen. Bedankt dat jullie weer kijken naar een nieuwe Vlinder video. Dit is Bart Koppens en ik ben weer terug met een nieuwe nachtvlinder. En niet zomaar een nachtvlinder. Nee, dit is een van de grootste en zeldzaamste nachtvlinders die jij kan aantreffen in Nederland. Dat klopt. Het gigantische insect waar we nu naar kijken is een inheemse soort en kan in Nederland worden aangetroffen. Hij is hier echter wel heel zeldzaam en schaars. Dus je moet heel veel geluk hebben om hem te vinden. Maar het is zeker mogelijk. Als jullie je afvragen waar dit dier zich bevindt in Nederland. Hij heeft een paar hele schaarse en gelokaliseerde populaties. Met name in het westen en het zuiden van het land. Hij verkiest namelijk de wat warmere plekjes in ons koude kikkerlandje. De reden dat deze vlinder hier nogal zeldzaam is, is omdat hij een beetje uit zijn comfortzone is, betreft temperaturen. Deze soort hier is heel schaars in Noord-Europa. Maar in Centraal- en Oost-Europa is die eigenlijk super algemeen. En dat komt omdat hij er wat mildere zomers waarschijnlijk niet erg waardeert. In Nederland, maar ook landen als Zweden, Finland of Engeland. En de vlinder is hier een beetje uit zijn comfortzone en beperkt tot de warmste lokale plekjes. Zoals in Nederland, Limburg, maar ook een beetje langs de kust. Niet letterlijk direct in kustgebieden, maar wel meer in het oosten. En ten tweede heeft hij nog een eis. Niet alleen een beetje een warmere habitat, maar ook populieren. Populieren zijn de belangrijkste en meest voorname waardplant van deze nachtvlinder. En tevens de plant waar hij bij voorkeur altijd zijn eitjes op zou leggen. Zijn wetenschappelijke naam is dus een beetje een foutje. Zijn wetenschappelijke naam is de Catocala fraxini. En fraxini verwijst naar S, wetenschappelijke naam Fraxinus. En S is inderdaad een van de waardplanten van het blauwe weeskind. Dus het is niet 100% een leugen. Maar het is niet goed onderzocht. Hij legt namelijk helemaal niet graag eitjes op S. Dit gebeurt maar heel zelden dat de vlinder dit doet. En waarschijnlijk doet hij het alleen als er een gebrek is aan betere planten in de omgeving. En dan denkt de vlinder waarschijnlijk van, nou, iets is beter dan niets. Laat ik eieren leggen op S. Maar de rupsen ontwikkelen zich hier niet zo goed op, hebben hogere uitval, mortaliteit en ontwikkelen zich langzamer. Verder kan die af en toe nog eitjes leggen op wilgen, wetenschappelijke naam Salix. Maar 90% van de tijd zal die toch bij voorkeur zijn eitjes leggen op populieren. En daarom is deze soort dus vooral gebonden in Noord-Europa aan omgevingen waar veel populieren voorkomen. Dus om het even beknopt te zeggen, deze vlinder is zeker weten een echte zeldzaamheid in Nederland. Maar het is vaak wel zo dat Nederlandse natuurliefhebbers en entomologen niet verder kunnen denken dan de grenzen van ons kleine landje. En als men op globale schaal gaat kijken, dan zal men zien dat de Catocala fraxini eigenlijk gewoon een super algemene soort is. Het is gewoon zo dat hij in Noord-Europa zich niet goed thuis voelt door de koudere temperaturen in de zomer. En dus in landen als Engeland, Finland, Zweden, Nederland, etc. is die gewoon heel beperkt. Want dit zijn er wat koudere landen met mildere klimaten. Nu is het zo dat in Oost-Europa de winters zelfs kouder kunnen zijn dan die in Nederland, maar dat maakt niet uit. Het gaat vooral om de zomers waarin deze vlinder voorkomt. En waarom dat is, zal ik nu uitleggen. Deze vlinders slaan de koudste gedeelte van het jaar slaan ze eigenlijk gewoon over. Als deze vlinders paren en eitjes leggen, dan is het namelijk zo dat deze eitjes niet uitkomen. Tenminste, niet hetzelfde jaar waarin ze gelegd zijn. De eitjes willen eerst overwinteren. Dat klopt, de overwinteringsstadia van deze vlinder is de eifase. Nou, deze eitjes die worden vaak dus geplakt op takjes of boombast. En die kunnen gewoon 5, 6 of 7 maanden lang wachten. Totdat er een hele lange periode van kou voorbij is gegaan, dus de winter, en daarna opgewarmd worden. Dit is verplicht. Als dit niet gebeurt, komen de eitjes niet uit. In gevangenschap moet je ze dus ook een lange tijd heel lang koud houden en dan opwarmen. En pas dan zullen de kleine rupsjes uit de eitjes verschijnen. In het voorjaar komen deze kleine rupsjes uit en beginnen te eten van de populiere bladeren. En langzaam groeien ze uit tot vrij grote rupsen voor Europese begrippen. En verpoppen rond de zomer. Nou, deze poppen komen vrij snel uit, in 3 tot 4 weken. En de volwassen vlinders die zijn vaak te vinden in juli
en augustus. Nou, deze vlinder die gokt er dus op om uit te komen uit zijn pop in de warmere tijden van het jaar. Het is dus een echte warmteminnaar. En dat is ook de reden dat hij het veel beter doet in landen met warmere zomers. Alle ontwikkelingsstadia, behalve de eitjes, maar wel zowel de rups als de vlinder als de pop, bevinden zich in de zomer, zelfs de late zomer, het najaar. En deze vlinder profiteert dus van het lokale klimaat en de eventuele warmte. In tegenstelling tot de meeste nachtvlinders houdt Catocala fraxini helemaal niet van bloemen. Hij zal nooit bloemen bezoeken om nectar te drinken. Toch hebben deze vlinders een grote trek. Ze zijn echter fructivoor. Dat betekent dat deze vlinder zich vooral specialiseert in het opzuigen van zoete substanties die bijvoorbeeld lekken uit rotte gevallen en fermenterende vruchten. Nou, denk in Nederland kan men denken aan verschillende soorten kersen bijvoorbeeld, maar ook commerciële gewassen zoals appels of pruimen. Wat er dan ook uit de boom op de grond valt en begint te rotten, daar wordt de vlinder toe aangetrokken. Nachtvlinderaars kunnen deze vlinder dus ook lokken door aas te maken met alcohol en suiker. En vaak wordt bijvoorbeeld banaan gebruikt met een scheutje wijn. Of ander aas wat bestaat uit bier en fermenterend fruit. Of suiker of stroop. En hier komen de vlinders vaak gewillig op af. Nou, naast een dieet van vruchtensap zijn ze ook vaak gevonden op bloedende bomen. Het is zo dat het hars, of het sap in ieder geval, dat vaak uit bomen komt, heel zoet kan zijn. Neem bijvoorbeeld eik. Als een eik beschadigd wordt, hoe dan ook door de elementen, door een storm, maar ook door menselijk toedoen, bijvoorbeeld hij wordt gesnoeid, dan zal deze eik vaak heel zoet sap bloeden. En dit trekt ook vaak dit soort type vlinders aan die graag het zoete goedje willen opdrinken. Als jullie je afvragen hoe ik aan de dieren kom die te zien zijn in deze video, ik ben een vlinderkweker, oké, dit is mijn hobby. Wat jullie zien zijn de blauwe weeskinderen die ik heb gekweekt in gevangenschap dus. Deze komen niet uit Nederland. Om de Nederlandse populatie niet te belasten waar het dier zeldzaam is, heb ik deze eitjes geïmporteerd uit Oost-Europa, waar het dier heel algemeen is en vaak wordt gevonden. Blauwe weeskinderen zijn super schuw en als je ze een beetje aanraakt, zullen ze al wegvluchten voor je vinger. Het is heel moeilijk om deze dieren te hanteren en ze te filmen zonder dat ze wegvliegen. Maar er is één trucje dat ik heb. Liefde gaat door de maag. En door deze vlinder een mix aan te bieden van geprakte banaan en een scheutje wijn, zullen ze graag blijven zitten en kalm worden door het voedsel dat ze krijgen. Door een beetje alcohol toe te voegen, hebben ze niet alleen meer eetlust, maar raken ze ook een klein beetje dronken in een roes. En hierdoor worden ze wat kalmer en kan je ze makkelijk vasthouden. En nee, schrik daar niet van als ik vlinders dronken voer. Dit is ook vrij natuurlijk in de natuur. Bevatten de fermenterende vruchten waar ze zich vaak mee voeden ook vaak natuurlijke percentages aan alcohol. Dus zullen ze in de natuur ook wel regelmatig alcoholische sappen binnenkrijgen. Met zijn voorvleugels dicht is dit dier heel goed gecamoufleerd en heel moeilijk te zien op een boombast van bijvoorbeeld een populier, zijn favoriete waardplant. Maar op een willekeurige boom zal die heel moeilijk terug te vinden zijn. Nou, het is een nachtactieve nachtvlinder, dat is duidelijk te zien. Maar overdag schuilt hij een beetje voor de warmste tijd van de dag. En houdt hij zich schuil in de spleten en kieren. Zo kan je hem bijvoorbeeld wel eens aantreffen in vogelhuisjes. Maar ook wel eens in schuurtjes en beschutte struiken en op boombasten. En hier blijft hij zich een beetje verstoppen in de schaduw, wachtend op de nacht. En 's nachts wordt hij actief. En gaan de mannetjes op zoek naar vrouwtjes om te paren. En maakt hij eigenlijk zijn levenscyclus rond. Om de wat koelere nachten te weerstaan, heeft deze vlinder een vrij dik en harig lichaam. Hierdoor kan hij ook wat vliegen in de koudere nachten als deze voorkomen in de zomer. Verder heeft de onderkant van de vleugels een prachtig zwart-wit patroon, wat een soort flitsend effect veroorzaakt als deze vlinder met zijn vleugels slaat. Waardoor je de bovenkant van de vleugels zal zien, maar ook de onderkant in een afwisselend tempo. Dit kan ook roofdieren in de war brengen of afschrikken. De twee blauwe banden die te zien zijn op zijn ondervleugels bestaan er ook alleen om roofdieren af te schrikken.
Alle vlinders in het geslacht Catocala hebben vaak hele saaie bruine of grijze voorvleugels, maar prachtig gekleurde ondervleugels, bijvoorbeeld in het rood, in het geel, in sommige gevallen ook wit of paars, en zullen bij gevaar hun vleugels spreiden en de kleurrijke ondervleugels laten zien. Nou, dit flitsende effect kan sommige roofdieren afschrikken en ontmoedigen. In gevangenschap is het dier vrij makkelijk te kweken met een beetje ervaring. Het is zeker weten geen soort voor beginners, maar iedereen met veel ervaring zal geen moeite hebben met deze soort. Het lastigste is de eitjes overwinteren en ze op tijd uit laten komen en zorgen voor de kleine rupsjes. Maar als die rupsen groot worden, worden ze best sterk en zullen ze het goed doen in gevangenschap op populiere blaadjes. En zich in no time ontwikkelen tot prachtige nachtvlinders. Het maakt niet uit wie je bent. Natuurliefhebber, hobbyist, vlinderkweker, bioloog, of entomoloog of verzamelaar, wat dan ook. Iedereen zal respect moeten hebben voor deze gigantische en prachtige nachtvlinder. En ik ben heel blij dat ik jullie deze vlinder kunnen laten zien op YouTube vandaag. Het is echt een van mijn favoriete soorten die in Nederland voorkomt. En ook al heb ik deze dieren gekweekt en komen ze niet uit het wild, helaas, zou ik ze nog steeds wel graag willen aantreffen in een natuurlijke omgeving. Last but not least, omdat het zo'n warmteminnaar is, zou het best kunnen zijn dat als de zomers in Nederland zoveel warmer blijven worden als we nu doen, en door deze subtiele klimaatverandering de soort in de toekomst algemener zal kunnen worden dan die nu is. En de populaties in Noord-Europa die zo gelokaliseerd zijn, zouden zich kunnen verspreiden en kunnen toenemen in oppervlakte en verspreiding en grootte. En misschien als de zomers ooit zo heet worden en droog als in Centraal- en Oost-Europa, zouden hier ook algemeen kunnen worden. Alhoewel ik dat niet heel snel zie gebeuren. Bedankt voor het kijken en tot ziens. Like en subscribe en lees de links in de beschrijving van deze video. Tot ziens! Hey everyone! Did you watch this video and wonder what the hell it was about? Well, there's good news. You can see the exact same content on my main channel. You see, I'm Bart Koppens, a YouTuber that films biology, insects and other things that match my interests. And I thought it was fun to make one small YouTube channel in my native language, in Dutch. But don't worry, there's not going to be any exclusive content on my channel. I'm just filming the same insects two times. One time in English and one time in Dutch, so you are not missing out on any content. If you watched this video and you were wondering what it was about, then check out my main channel called Bart Koppens and subscribe to it to see the same stuff in English. Bye bye!